heb hier mijn hele leven gewoond. Vanaf januari 1944. Ben één keer verhuisd, 10 meter. Het nieuwe huis. En ik hoop dat ik hier nog lang mag blijven wonen. Ik woon hier met mijn vrouw en mijn broer. En aan de zoon. En die vrouw en de dochter. Ik heb één dochtertje van 4. En de volgende is nu in de opkomst. Dus het is oom Johan, ja. Die woont ook al zijn hele leven hier al. Hij helpt meer met koeien voeren en zo. Ja, paarden voeren. Ja, een hele goede hulp. Heel vroeger woonden we hier met 12 man. Toen waren mijn opa en opoe. Mijn vader en moeder. Met 6 kinderen. En een knecht. En een dienstmeid. Die zaten allemaal aan één tafel. Een nieuw huis gebouwd. Die heeft het oude huis daar staan. En hebben we dat meteen aangepakt. Voor als is ouder worden, zullen we toch altijd hier buitenaf blijven wonen. Dus. Twee woongedeelten zijn er, zeg maar. Voorin wonen mijn ouders staan. Ja, waar mijn ouders staan wonen, zeg maar, is alles gelijksvloers. Ja. Ja, de badkamer is zo ingericht dat er ook thuiszorg kan komen om eventueel met hulpmiddelen en zo te helpen. En, dus die mogelijkheden zijn er gewoon allemaal wel, geen drempels in huis. En zoals het eventueel hulpbehoevend zijn met een rolstoel of dingen of zo, dan... Brede deuren, dus dan zou dat gewoon mogelijk zijn. Ja. Vroeger was het in huis veel kouder. Er zat geen dakbeschot onder. De winter lag soms sneeuw op de zolder. Melkvee hadden we toen. En een beetje fokvarkens en kip. Ja, dit is natuurlijk wel dat je gewoon ook heel veel contact met elkaar hebt en dat je gewoon heel veel voor elkaar kunt doen. Je kunt heel makkelijk ook even bij elkaar naar binnen heen lopen. En dat is wel heel bijzonder. En op zich ja, is het ook een stukje gezelliger. Want als hij er een keer niet is, kan ik weer op hun terugvallen. En andersom ook weer. Ja, zo'n man die kun je niet zo in het verpleeghuis stoppen. Die heeft altijd buiten af, gewoon de ruimte, daar is die gewend. De vrijheid, ja. Ja. Zijn ze zo gewend, dan kunnen ze nou niet meer 1, 2, 3 afnemen. Want ik denk als je hun nou in een tehuis, ja, naar een tehuis zou moeten brengen, dat dat voor hun ook wel betekent dat ze gewoon heel snel achteruit gaan. Ja. En dat ze hun waardigheid van hun leven gewoon eigenlijk een beetje weg is. Dus, als ik bij die dochters van ons binnen in Enschede, ja, ik een uur ben geweest. Ik wil graag weer naar huis. Allemaal zo bekrompen. Als ik in de stad had gewoond, nee, dat was niks voor mij geweest. Doe mij die vrijheid maar mooi buitenaf. Ja, ik vind het wel heel prettig. Ja, ik hoop dat een van de kinderen straks het ook heel fijn vindt om gewoon hier te kunnen blijven wonen. Dat we het zoals we het nu hebben, dat het later ook zo is. Ja, dat wij ook als we ouder zijn zo lang mogelijk hier kunnen wonen. Maar ja, Michel is hier opgegroeid. En voor hem is het gewoon wel heel prettig dat hij hier ook gewoon kan blijven. Het is juist mooi dat hij zo lang mogelijk samen kan blijven. Mijn oma is hier ook tot de dood toe geweest. Dus die hebben ook voor zorg toen. Ja, jouw moeder vooral, ja, hè? Van mijn moeder, ja. Die is 94 geworden. Och, dat is zo de gewoonte op de boerderij dat het doet. Elkaar voor het helm. Je weet niet anders. Ja, je bent zo opgegroeid. Ja, we kennen ook niet anders, dus... We zijn dit wel gewoon, dus. Ja.